Frederik wordt wakker in het ziekenhuis. Maar waarom is hij hier? Hij kon zich niets herinneren. Alleen voelt hij een verschrikkelijke pijn in zijn been. Oh, wat heb ik? Dan komen er ineens twee onbekende vrouwen binnen. Wie zijn jullie? Wat gebeurt? Rustig, rustig. Je bent gisteren in elkaar geslagen. Auw! Oh, wat een pijn! Frederik krijgt weer een steek. Ah! Dan komt de zuster. Oh. Gaat het een beetje aan je? Arme jongen, het lijkt alsof er een mes in heeft gezeten. Frederik krijgt opeens vreselijke gedachten. Ik weet niet wat ze hebben met je gedaan, maar het is in ieder geval niet zo best ermee gegaan hoor. Een paar dagen later mag Frederik gelukkig weer naar huis. Thuis wordt hij lekker in de watten gelegd door zijn ouders. Wij gaan even boodschappen doen. We zijn over een kwartiertje weer terug. Als je chips wil, dan staat het in de kast. En als je frisdrank wil, staat het in de koelkast. Veel plezier. Dag. Doeg. Frederikje. Frederikje. Ja, hallo. Hey Frederik. Hey Frederik. We gaan je morgen pakken, hè? Ga je morgen pakken? Als je op school komt. Stop daar nou eens mee. Ik ben het echt zat. Door jullie ben ik in het ziekenhuis beland. Ik ga het misschien wel zeggen tegen de directeur. Ik ben het echt zat. Wanneer stoppen ze nou? Ik moet echt een plan bedenken. Als het weer maandag is, kan Frederik weer naar school. Daar ziet hij het pestgroepje staan. Jongens! Maar Frederik heeft iets bij zich. Als de school uit is, verstopt hij zich in de bosjes. Hij heeft zin in wraak. Frederik heeft spijt van zijn actie. Maar het is al te laat. Hey jongens, wat is er gebeurd? Je hebt gisteren met voetbal je enkel gebroken. Oh ja. Ik had een nachtmerrie. Ik werd gepest door de hele school. Er kwamen messen in me voor en dat maakte het alleen maar erger. Ik heb een besluit genomen. Ik ga zorgen dat het pesten stopt en kinderen leren dat geweld niks oplost. Ja, goed idee. Goed idee, man. Oh, rustig. Oh, sorry, gaat het? Ja, is goed, het gaat wel. Frederik is blij dat hij naar huis mag. Gelukkig werd hij niet gepest, maar hij zal het ook nooit meer bij een ander doen.